Daar ben ik weer en dit keer ben ik er met een update. Het is namelijk een tijdje stil geweest op mijn blog en op mijn site en dat had een reden. De eerste reden was dat ik vanaf half juni als moeder van 3 kindjes als in een soort tunnel naar die zomervakantie druk was met afscheidsfeestjes. Want Roosje gaat volgend jaar naar middelbaar. Op verjaardagen, wandelingen vanuit school, studiereisjes naar Nürnberg of naar Wijzenburg. Nou, je kan het zo gek niet bedenken, maar daar kan je best druk mee zijn. Ik had een soort briefje stress. Elke keer kwam weer een briefje. Oh nee, morgen minigolf. Oh ja, nou gaan we weer voorbereiden. Dat. En toen zijn we als een idioot de zomervakantie ingedenderd. Met een gemiddelde temperatuur van 30, 35 graden lagen we elke dag wel ergens aan een zwembad. Omdat het de enige plek was waar het een beetje uit te houden was. En nu is het 11 september. Onze meisjes gaan volgende week weer naar school. Daar moeten we nog wat helpen met wat introductiedagen. Maar dan krijgen we weer wat meer tijd. En dat was nodig, want er moet veel gebeuren. Ik moet een nieuwe site maken. En de reden dat het ook een tijdje stil is geweest, was omdat ik... Mijn site is niet responsive. En responsive heb je tegenwoordig nodig. Responsive betekent dat je website op een tablet, op een computer en op een smartphone overal goed zichtbaar is. Dat is die van mij wel, maar niet volgens de laatste Google-regels. En dat is wel belangrijk. Dus mijn website moet veranderd worden. En aan het begin van het seizoen heb ik advies gevraagd aan een bureau. En die hebben mij advies gegeven. En van het advies raakte ik helemaal in de war. Ik deed het verkeerd, ik gebruikte te veel kanalen, het was te rommelig, niemand wist meer waar ik mee bezig was. Goed. We hebben dus ook de hele zomer over gedaan om dat vorm te geven. Ga ik helemaal luisteren naar het advies of blijf ik bij mezelf? En ik weet het. Ik maak gewoon een mix. Ik luister, maar ik blijf vooral bij mezelf. En dat vooral bij mezelf is dat ik jullie blijf bestoken met uber enthousiaste filmpjes over wat er hier in de omgeving allemaal te doen is. Maar ik ga me ook meer focussen, want dat was een van de commentaren van het bureau, op wat belangrijk is. Namelijk, ik verhuur vakantiehuis in een kasteel. En dat moeten we niet vergeten. Dus dat meer focussen. Dan komt er een nieuwe website. En het blog gaat in de website. En als hij er net zo mooi uit komt te zien als dat hij in mijn hoofd zit, dan wordt hij zo. En verder ga ik de social media kanalen samenvoegen. De filmpjes op YouTube ga ik op Facebook zetten. Want Facebook wordt mijn hoofdkanaal. Omdat jullie, en jullie zijn mijn publiek, daar nog steeds allemaal op zitten. Niet weggaan dus. En Twitter blijf ik erbij houden, Instagram, maar mijn hoofdkanaal wordt Facebook. Google Plus blijft erbij, dat is makkelijk voor de zoekmachines en de links, maar daar hoef je niet te kijken, want dat is alleen maar voor de zoekmachines. Dus dat. En verder gaan wij genieten van een heerlijke nazomer. Volgende week begint het Oktoberfest, daar heb ik nu al zin in. En... we hebben nog steeds de gasten, de wandelaars, fotografen, vogelaars en levensgenieters die samen met ons van dit heerlijke weer en onze heerlijke nazomer en herfst gaan genieten. En tussendoor ga ik aan de slag. En ik hou jullie op de hoogte. Dat was hem.